Maar jongens, daar hebben we heel goed nieuws voor jullie. We gaan namelijk een invite voor jullie weggeven. Want er mag nog één persoon mag nog in Mindtopia komen. Yo, wat kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, mijn naam is Dylan en welkom weer terug in het oh zo mooie Mindtopia. En vandaag gaan we een leuk episode voor jullie neerzetten, want ik ga een invite weggeven. Dus als jij een invite wil winnen, blijf lekker deze hele episode kijken, want dan weet jij hoe je binnenkort misschien in Mindtopia kan komen. Dus blijf lekker kijken en vandaag gaan we het gewoon een klein beetje hebben over Mindtopia, wat mijn plannen zijn en inderdaad over de invites. Dus het wordt een leuk dagje, gewoon een beetje praten over Mindtopia. Ja goed, het laatste gaat lekker voor mij met Mindtopia. Ik krijg heel veel steun van jullie kijkers. Awesome sauce, super vet, het gaat lekker. We hebben op DDC geweest laatst met de video, dat is allemaal super gegaan. Nou, al mijn geld zit lekker in mijn kistje. Mijn maskertjes zitten waar ze zijn. Ik heb golden appeltjes. En ik heb 4 loten trouwens van Dion gekocht. Dat heb heel gevraagd, die heeft een loterij. Hebben die gasten, dus dat is hartstikke chill. En ja, dus hopelijk ga ik misschien loten winnen. Ik heb pickaxes, mijn drakenvlees heb ik. En ik heb heel veel post eindelijk weg kunnen flikkeren. Dus dat gaat allemaal lekker. En ik denk dat ik eventjes wat ik ga doen is even... ik ga even langs mijn winkel. Kijken hoe het daar loopt. Of ik nog wat geld verdient natuurlijk in mijn winkels. Want hey, dan moet ik elke avond er even uithalen. Omdat misschien... Ik heb geen zin meer in een gezeik. De vorige keer met die bom die ontplot was onder mijn plot. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin meer in. Dus ik doe gewoon elke dag als ik inlog. Ga ik zo snel mogelijk langs mijn winkels. En dan ga ik alles even leeg halen. Kijken wat er allemaal... ja, gewoon weet je of ik verdiend heb. En dat haal ik gewoon weg. Want dat vind ik gewoon een stuk fijner. Want ik wil geen risico's meer lopen. Het is gewoon super kloten. Dus nou goed. We gaan even lekker langs. Wow, wat gebeurt er hier? Huh? Dit is die sportschool van Ryan. Oké. Okay. Die wordt blijkbaar gescrapt en weggehaald. Nou, jammer. Het is een leuk idee, de sportschool. Maar ja, we hadden het niet echt nodig. Dus ja, goed, jammer. Ja, het is kloten voor Ryan. Maar goed. Laatst wordt sowieso een beetje raar in Mindtopia. Ik bedoel, het Sunnyvale komt eraan. Iedereen zit hem al te twijfelen en te denken. Ja, moet ik eens in Sunnyvale blijven? Of in Sunnyvale gaan of in Mindtopia blijven? Want in Mindtopia zit ik al een paar weken op. En ik heb nog steeds geen bedrijf, hebben sommige mensen. En die willen het wel heel graag. En het is allemaal een beetje hectisch. Weet je wel, binnenkort misschien een nieuwe burgemeester. Nou, ik hoop dat Lars wordt. Ik denk dat Lars wordt. Maar ja, het kan altijd. Dus even kijken. Nou, er is niemand online van mijn werknemers. Dus ik ga gewoon in de chest kijken. Sowieso zit er nog veel eten in. Ah, ik zie al dat Laurens geweest is. Maar je ziet het brood is alweer uitverkocht. En ook de potatoes. Die shit gaat super snel. En dan ga ik even kijken in mijn kistje. Oeilala. Nou, 1000 is gemaakt. Ik pak even gewoon €1600 eruit. Maar niet al te veel. Zijn invoerboeken. Sollicitaties. Factuur van de IKEA. Sollicitatie van Tripping. Oh, van Tripping, ja. Die gaat vrijdag. Komt die vrij. Jullie hebben het allemaal gehoord van vorige episode. Als je het nog niet gezien hebt, ga je maar kijken. Ik had een dief in mijn winkel. Tripping is gepakt door die camera daar. Die had 7000 gestolen. Die zit vast op vrijdag. En ik ga misschien een aanklacht tegen hem indienen. Het wordt nog wat. Mijn club staat... What the fuck? What the fuck? Hoezo zit hier een gat in mijn fucking club? Dat kan niet. En ligt hier ook een baksteen? Is er een steen door mijn ruit gegooid? Chests zijn leeg. Dit klopt nog. Ze zijn dus niet in mijn chest geweest. Er ligt gewoon een baksteen door mijn ruit heen. En er zit een gat in mijn deur. Laten we even kijken in de post. Hey, briefje. Oh jee. Jouw tijd is geweest, mannetje. Oh, het is een bedreiging. Jij en je neppe Red Street gaan eraan. Wees gewaarschuwd, wij komen voor je. Wij zijn de nieuwe leiders van Mindtopia. Ik wil dat jij op 28.11.2015 100.000 euro in de lantaarnpaal naast of voor de loterij plaatst. Of anders. De nieuwe generatie. The fuck? Ik nou zojuist bedreigd? Ben ik de maffia? Dat moet ik niet hardop zeggen. Zojuist bedreigd? Jouw tijd is geweest, mannetje. Jij en je neppe Red Street. Nou, het is sowieso een neppe Red Street. Wees gewaarschuwd, wij komen voor je. Oh, ze komen voor me. Ze hebben wel een bakje door me eruit gegooid, maar de fuckers moeten weer betalen. Wij zijn de nieuwe leiders van Mindtopia. Het kan dus die Redcon de C zijn, want die wil dat leiding nemen met de Sovjet-revolutie. Ik wil dat jij op 28 euro, morgen 100.000 euro, in de lantaarnpaal naast het loterij. Loterij? Dat is net zij toevallig, die is van Dion en van Matthijs. Die motherfuckers, dat zijn gasten van de Blue Street. De Blue Street erachter, zullen ze mij bedreigen? De Blue Street, zijn ze echt zo dom zijn om mij te bedreigen? Oké, we gaan er meteen actie van maken. Ik ga dit bij Gijs neerleggen.
Hopelijk Gijs bij zijn winkeltje zou hij altijd zijn. Hij zat altijd bij de maskerwinkel. Want we lopen eigenlijk zoveel mogelijk uit elkaar. We willen, Gijs en ik willen het minst, zo min mogelijk met elkaar gezien worden. Zodat we niet bij elkaar worden gebracht. Want ze denken van nou die twee zijn wat van plan of zo. Dus ik ga even langs Gijs en winkel. Eens even kijken. Dan doe ik wel meteen even de deur dicht. Dat is de andere winkel. Ik zie hem staan. Eens even kijken. Gijs! Oh, hey Dylan! Oh, hey, hier! Hey, yo! Hey Gijs! Zeg het eens. Ja, maar dan hoef ik de deuren dicht. En even niet bij de camera's. Dus de camera die hangt hier. Dus even... liefst nou, even wacht. Kom, ik heb een idee. We gaan de koelcel in. Het liefst in de koelcel, inderdaad. Yo, luister Gijs! Zeg het eens. Luister. Kijk, dit is even. We worden bedreigd, Gijs. Jouw tijd is geweest, mannetje. Het is gewoon een bedreiging tegen ons, tegen de Red Light. Oh, maar ik heb ook al wel vaker van dit soort wazige bedreiging gehad. En dan met zo'n, inderdaad, zo'n shady dude in de lantaarnpaal. Ja, maar kijk wie die lantaarnpaal het is. Ja, bij de loterij. In Blue Street. Het is tijd voor actie, Gijs. Oeh! Ja, het is eindelijk mogen we het eindelijk gaan doen? We mogen het eindelijk gaan doen, Gijs. Let's go. Yes! Je mag trouwens het boek wel terug hebben. We gaan langs. Dus we gaan even langs de loterij, want dat is hetgene wat erin staat. Ik denk dat hij gewoon in ieder geval wat meer weet. Anders krijgen we onze informatie wel, als je snapt wat ik bedoel. Hey. Dat gaan we ook doen, Gijs. Ja, ik weet dat je graag altijd wil, Gijs. Oh, ik heb hierop zitten wachten. De dagen zitten aftellen. Het is eindelijk tijd dat we onze maffia dingen mogen gaan uitvoeren, Gijs. We moeten wel langzaam blijven, kalm blijven, dat er niemand op straat ons ziet. Nou, gelukkig is het bij Topia een beetje leeg op het moment. Dus dat is wel fijn. Het is vrijdag, hè, dus. Het is vrijdag, goed. We gaan naar onze wapenkamer, Gijs. Haal jij even de wacht? Dan loop ik Jos op binnen. Even kijken, niemand? Er is niemand hier. Kijken, 1, 2, 3, 4. De vierde. Ebbes. Let's go. We gaan. Go. Top, de kist is hier. Ze zijn hier. Niemand weet waar we zitten. Nee. Zeg nou, maar, Gijs. Ik ga voor Lala. En Lala, dan word ik de Tinky Winky. Laten we het zo doen. Ik wil het persoonlijk maken. Ik neem het mes, neem jij de pistool. Prima. Kies er eentje uit, zou ik zeggen. We gaan het volgende doen. Kleren aan. Mijn andere kleren leg ik hierin, mijn oude kleren. Dat is wel zo slim. We houden het nog niet aan, Gijs. We gaan niet zo over straat lopen. Nou, nee, niet. Nee, dan zien ze ons zo weglopen met deze kleren. Oh, heb je een punt. Het is een beetje inderdaad een rare situatie. Ik weet dat je graag wil. Ik weet dat je graag wil, Gijs. Maar even, calm down. Het moet goed gaan. Chill. Ja? Komt goed. Komt, let's go. Ik volg jou, hoor. En dan komt alles hopelijk goed. We gaan dus langs Matthijs of Dion. Of ze mal maar niet uit. Wie van de Blue Street? Als het er maar één van hun is. Want ik denk dat zij het zijn gewoon. Dat ze stoer willen doen en ons willen bedreigen. Het is tijd om laten zien. Iedereen zit al een beetje al gewoon te teasen. Ik denk dat ze gewoon nu echt gewoon willen laten zien van... Oh, wij zijn de Red Street. Nee, we zijn de Blue Street, sorry. Ja, we zijn de Blue Street en we gaan jullie pakken. Het komt allemaal. Jullie zijn watjes, dit en dat. En ze zullen een steen door een raam gooien? Oké. Is geen probleem. Oké, wacht. Bijna de bedreigingje van, hè. De maffie. Zullen ons bedreigen, Gijs? Zullen ons bedreigen? Oké, we zijn nu aangekomen in de Blue Street. Ik weet dat daar knijter veel camera's hangen. Hier niet, dus hier zien ze ons nog niet. We gaan even hier zitten. Hier gaan we ons omkleden snel. Hier zit helemaal niks. Oké, go. Trek je spullen aan. Alles op. Ook je maskertje. Helemaal goed. Ik moet zelfs mijn armpjes kan ik bedekken. Jij hebt gewoon een pak, maar jou valt toch niet op. Oké. Ziet er goed uit, Gijs. Jij ook. Oké, we gaan naar binnen. Ja? Ik zie dat het is Dion. Dion is het. Oh shit. We gaan dus naar Dion toe. We vragen hem mee te nemen. We gaan hem meteen mee naar buiten. We overvallen hem gewoon meteen. Geen kans meer te reageren. We gaan naar buiten. En we gaan naar boven nemen naar bovenop. Op Uptown. Want daar is namelijk geen camera's nog. Oké. Prima. Gaan we doen. Oké, we gaan sneaken. Wachten tot hij ons niet ziet. Ben ik klaar voor Gijs? Ja. Oké, wapen in de hand. 3, 2, 1. Rennen. Kom maar. Dion, hier komen wij. Hier komen jij. Meekomen. Naar buiten. Nu. Rustig jongens. Rustig. Lopen. Weg van die camera. Oké, sorry. Lopen. Ja, rustig. Voor ons uit. Wat heeft het te betekenen? We gaan naar voren. We gaan heen. Lopen. Boven. Lopen. Naar boven. Lopen. Gewoon rechtdoor. Oké, sorry. Niet omdraaien. Geen gekke beweging. Niet omdraaien. Oké, ik draai me niet om. Rustig. Goed. Wat is dit? Dit is overval, Dion. Het is tijd voor vragen. Wat?
Rechtsaf, rechtsaf, heel goed. Over het gras heen. Ik weet naar boven, waar ik heen moet. Naar boven. Okay. Hou hem onder schot, Lala. Hou hem onder schot. Komt goed, Tinkerwinkie. Ik kan hem. Hou hem onder schot. Ik doe niks raars, kom. Ja, je weet van meer, vriend. Waar word ik beter dan? We zijn hier voor de grote reden. Ja, je weet donders goed wat jij moet weten. Ik heb geen flauw idee. Doorlopen! Ja, ik... Geen flauw idee, speel niet dom, jongen. Je bent van de Blue Street. Jij bent degene die dit wil doen, hè? Hier naartoe. Doe maar alsjeblieft over de weg, aan. Over de weg. Oh, sorry. Kom eraan. Doe alsjeblieft dat wapen weg en die mes. Doe niks weg. Je hebt niks te zeggen, vriend. Het is tijd, hè? Je moet gewoon alleen antwoorden en dan komt alles goed. Heel goed, inderdaad. Je gaat ons luisteren. Luister aan. Ga je ons luisteren. Als ik vraag spring, zeg jij hoe hoog. Ja, als ik zeg naar rechts, zeg jij hoe ver. Verder niks. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Hier de rand op. Op de rand. Oh, nee. Rustig. Doe maar alsjeblieft niks. Alsjeblieft, serieus. Luister, Harses. Luister, mannetje. Ik weet dat jullie achter de bedreiging zitten. Wat? Welke bedreiging? Gaan we niet dom spelen? Zullen we een lesje leren? Nee. Gaan we maar verder op het randje staan. Ga maar een stukje verder. Hè? Ja? Het is een aardig geval. Het is een aardig geval, hoor. Ik denk dat je gewoon doodvalt als je hier afsprangt. Hè? Doe normaal. Wie zijn jullie eigenlijk? Ik denk dat je minimaal wel een paar maanden in het ziekenhuis belandt. Ik denk dat je heus wel door hebt wie we zijn. Vriendelijke wie dan? Vriend. Je wilt dom spelen? Nee, ik weet het niet. Hè, de nieuwe generatie? Met Blue Street. Precies, hè, de nieuwe generatie. Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. Je hebt geen flauw idee, je bent niet degene die... 100.000 euro? In een lantaarnpaaltje stoppen? Serieus? Ik weet niet waar jullie het over hebben. Bakstenen gooien? Hoe kom je er überhaupt bij? Ik zal het je even laten lezen, vriend. Je wilt ons niet als vijand. Ik weet dat je een leidertje hebt en alles de baas speelt, maar dit wil je niet. Maar dit is niet eens mijn handschrift. Het is wel joh, het is jouw handschrift niet. Jawel. Het is niet zo moeilijk hoor. Ik had ook iemand anders laten schrijven. Ik heb het gelezen. Ja, maar... En jij weet van niks? Helemaal van niks? De Blue Street heeft het niet gedaan? Nou kijk, nee. Oké, wacht jongens. Houd het. Zie je dat gebouw daar? Zie je daar in de verte de... Mindfood. Ja. Die is... Wij hebben zo'n dergelijk... Hetzelfde probleem, laten we zeggen. Het bewijs is dus letterlijk de Mindfood. Wij zijn ook overvallen. En de hele Mindfood daar is... Wij als in Blue Street? Wij zijn kapot. Wij worden ook bedreigd. Ja. Dus jullie zijn... Jullie hoeven me niet te geloven. Maar wij hebben hetzelfde probleem. Dus jullie als Blue Street worden... Overvallen ook? Jullie hebben problemen, gezeik, bedreigingen? Dat boekje komt aardig overeen wat wij ook hebben. Laat maar zeggen. Wij hebben ook boeken gekregen en bedreigingen en gekke dingen. Maar ik weet niet. Het staat heel leuk in het boekje bij de loterij. Maar misschien is dat juist om jullie in de tuin te leiden. Van, dat zal de Blue Street wel zijn. Dus jij zegt, jullie hebben ook een soort dergelijke groep die jullie aanvalt. Of persoon waarom, die jullie bedreigt. Waarom zouden we eigenlijk zouden wij zelf onze ruiten intikken, laat maar zeggen? Misschien nee, wel. Ik kan het je laten. Misschien wel, de perfecte alibi. Geloof me, dat doen we niet. Je kan me geloven op mijn woord of niet. En doe alsjeblieft dat wapen weg. Ik word er heel nerveus van. Het wapen gaat pas weg wanneer wij alle antwoorden hebben, vriend. Dus jij zegt heel simpel, jij hebt hier niks mee te maken. De Blue Street heeft hier überhaupt niks mee te maken. En jullie worden zelf lastiggevallen? Precies. Ik denk dat ik genoeg weet. Ja, ik denk het ook, Tinky Winky. Heel goed. Oké, Dion, voor jou één ding. Omdraaien, gezicht tegen het heg aan. Dan helemaal tot het einde lopen. Heel goed. Nee, helemaal naar het einde lopen. Helemaal doorlopen. Naar het einde lopen. Oké. En daar blijven staan. Goed, Lala, wij gaan weg. Wij peren hem. Lopen. Kom aan. Oké, goed. Dus hij zegt, we gaan even kijken, hij kijkt niet meer. Goed, we trekken onze kleren gewoon even uit. Gewoon een heel stuk verder lopen. Ja, de kleuren weer even uit, de kleertjes weer uit. Want we gaan zo meteen weer cameragebied in. Snel, ik dit weer even aanpassen. Toppertje. Oké, gelukkig. Oké. We gaan wel even het Fantastic Five gebouw in. Ja, precies, ik heb daar mijn woningje, dus dan is het even, in ieder geval ik veilig zit. Zo, oké. Maar, zoals te horen heeft dus... De Blue Street hier ook niks mee te maken. Ja. Van de soort persoon die dan ons zou bedreigen eigenlijk. Maar, het is dus het ding, hun worden dus ook bedreigd. Ze worden allebei bedreigd. Misschien probeert deze groep ons tegen elkaar op te drijven. Is het wel dezelfde groep? Dat er zeg maar een derde persoon is die zeg maar een beetje
ja, eigenlijk een oorlog wil starten tussen ons twee. Hun denken waarschijnlijk dat wij het zijn. En wij denken dat hun het dan zijn. Oké, dit is wel een... Dit is een beetje een rare situatie. Een hele rare situatie. We gaan even naar boven, want het is toch een beetje te veel aan het openbaar. Neem jullie even mee. Ja, een beetje wel. Maar dan kunnen we... We hebben een beetje een alibi dan, hè? Ja, precies. We waren toch gewoon in het Fantastic Five gebouw? Lekker een kopje koffie drinken. Niks raars. Top. Oké, Gijs. Ik denk dat ik een plan ga maken. Want morgen is het dus de 28e. En ze willen dat ik daar geld ga droppen... Ja, 100.000. 100.000 euro in die kist. Ja, dat is zeg maar een beetje dat iemand op een, hoe heet het, een misvormde sniper gaat neerzetten. Mm-hmm. Iemand op de uitkijk. Ze wilden gewoon mij eigenlijk ambushen. Ik denk dat we een keer laten zien dat we een stempel drukken op deze stad, Gijs. Laat het zien dat we echt macht hebben. De echte maffia, wie die echt gevaarlijk is. Degene die er morgen komt, bij die lantaarnpaal, ja. Die gaat neer. Maar hebben we dan niet nog een extra backup nodig? Nou, dat komt zeker wel goed. Ik zal meerdere mensen van onze maffia bij elkaar roepen. En de eerste, de beste die in die lantaarnpaal komt, Gijs, die gaat dood. Oké, mensen, hopelijk vonden jullie het een leuke en ook een beetje wat spannendere aflevering van mij een keer in Mindtopia. Dankjewel, Gijs, voor het meedoen ook. Graag gedaan. Graag dankjewel, vast Dion. Nou, probleem hoor. Sorry dat we hier gingen overvallen, jongen. Ik ben nog steeds een beetje. Ja. Maar jongens, we hebben heel goed nieuws voor jullie. We gaan namelijk een invite voor jullie weggeven. Want er mag nog één persoon mag nog in Mindtopia komen. Dus hartstikke awesome. En wat gaan we daarvoor doen? Het is heel erg simpel. Jullie gaan naar alle drie onze YouTube-kanalen. Dat is dus te veel gevraagd. Dat is G-Typo. En dat is mijn kanaal. Druk op abonneren. Druk op de eerste volgende video die online komt. Druk je lekker op een lekker blauw duimpje omhoog. En laat gewoon in de reacties weten van ik wil in Mindtopia. Dit is mijn Minecraft naam. Dit is mijn Skype. Klaar. En je leeftijd vind ik ook belangrijk. Meer hoeft niet te weten. Dat en dat. 1, 2, 3. En dan kennen we elkaar. Dan ga ik gewoon random iemand uitkiezen om in Mindtopia te komen. Vind ik een heel goed idee, jongens. Jullie niet? Helemaal prima. Perfect. Helemaal perfect. Oké, mensen. Dankjewel voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het hartstikke awesome vond. En ook een keer spannend vonden we eindelijk iets gingen doen met de maffia. Want Gijs zat er echt op te popelen. En eindelijk mag hij een keertje. Eindelijk mag hij misschien iemand neersteken of schieten. Hartstikke leuk, mensen. In ieder geval, ik wil bedankt voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje achter. En later nog eens wat ziens. En peace. Oh my.